Het netwerkperspectief voor mij betekent dat ik eigenlijk als het nodig is kan inloggen in een systeem en eigenlijk bij alle informatie van de cliënt kan. Om een voorbeeld te geven, waren wij betrokken bij een cliënt die diabetes bleek te zijn, heeft hij niet tegen ons verteld. Hij was al geruime tijd de zorg, werd niet lekker. Wij kwamen binnen, hebben hem gevonden, maar doordat wij niet wisten dat hij diabetes had, hebben wij niet juist kunnen handelen. Als wij wel toegang hadden gehad tot het dossier, dan hadden wij eigenlijk bij binnenkomst direct de juiste zorg kunnen verlenen. Ja, dat is voor mij een heel geruststelling dat hij zegt, zo is je keuze, maar dat hij toch aan mij overlaat, wil ik dat. Nou, en dat kunnen we, omdat ik daar goed over geïnformeerd ben, ja. Kunnen we dat goed doen, hè? Daar ben ik helemaal mee eens. Nou, stel een cliënt die krijgt geen medicatie of de medicatie is vergeten of verkeerde medicatie. Dan vullen wij daar een melding incident cliënt in, een MIC-melding. Wat hiervoor helpend zou kunnen zijn is één plek waar alle meldingen beschikbaar zijn voor de informatievragende partijen zoals bijvoorbeeld de IGJ. Zodat zij daar zelf hun informatie kunnen ophalen. Een arts die hier ook op dit terrein werkt, die kan erin kijken en die kan zijn informatie daar ophalen. Ik kan mijn informatie eruit halen voor een gesprek. Een gedragsdeskundige kan, als er dingen die met gedrag en omgeving te maken hebben, daar ook voorafgaand aan het jaarlijks gesprek wat we hebben, de informatie uithalen. Dat geeft mij een heel veilig en goed gevoel.